Inmiddels zijn Kees van der Staaij en Don Seder naar buiten gegaan. Dat betekent dat wij hier aan tafel weer twee plekjes vrij hadden. En daar zijn aangekomen Elise van Hoek van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Welkom. En Paul Lieverse, pijnarts en onder meer werkzaam voor Christian Medical Fellowship. Van harte welkom. Om met u te beginnen, mevrouw Hoek, van Hoek. We zijn al eventjes bezig hier en we hebben het eigenlijk nog niet gehad over de mannen. Wat is de rol van de mannen in dit hele onderwerp? Nou, abortus is omgeven met veel taboes. En vandaar ook de oproep die regelmatig klinkt, met name vanuit mensen die warm voorstander van abortus zijn, van praat erover. Ook vanuit het idee dat het dan gewoon en normaal zou worden. Nou, het feit dat vrouwen zwijgen, dat is één taboe. Maar de rol van mannen in ongewenste zwangerschappen is ook een ander taboe. Hmm. Dus vandaar... Ja, ben ik er geen voorstander van om mee te gaan in het idee van abortus is een vrouwenzaak en ja. Mannen doen niet mee. Nee, het is een zaak van vrouwen en mannen. En mannen. Ja, ik ga eventjes naar Chris, want er is een vraag binnengekomen van Lex. Die heeft via een e-mail een vraag gesteld. Hij zegt, bij een abortus is er altijd een vader, een verwekker. Welke aandacht is er bij hem voor schreeuw om leven? Voor de vader. Bij schreeuw om leven, ja. Ja, dat is wel eens een ondergeschoven kindje, om het maar even zo uit te drukken. Hè. De rol van de man is vaak een beetje lastig. Hè. De vrouw die verbandt hem zelf ook wel eens uit haar leven bij bijvoorbeeld een abortus of bij juist een zwangerschap die ze behoudt. Maar wij vinden ook dat mannen veel meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hè. Dus als er toch een partner is die zwanger is geworden, ja, neem je verantwoordelijkheid. Want heel vaak is het zo, althans, het komt echt wel regelmatig voor, moet ik zeggen, ja. Dat mannen het laten afweten, dat ze eigenlijk indirect daardoor de vrouw met een kinderwens dwingen om die abortus te doen, omdat hij haar in de steek laat. Ja. Ja, we willen mannen ook echt blijven oproepen om dat niet te doen, om echt die vrouw te steunen in haar hartewens. En daarnaast te staan, ja. Nu, mag ik iets over toevoegen? Uiteraard. Ja, wat, ik vind namelijk een heel interessant onderwerp en het valt me op dat in de leidraad voor huisartsen hoe om te gaan met onbedoelde zwangerschap, een van de actiepunten die er staan, een van de dingen om na te vragen is van hoe staat de partner er tegenover? Alleen ik stel inderdaad ook vast dat veel huisartsen het best ingewikkeld vinden om al die vragen langs te lopen. Ja. Terwijl het zijn vragen die wel degelijk aan het denken zetten. Ja, plus dat wij in onze hulpverlening juist horen dat de mannen over het algemeen, ik zal natuurlijk niet alle mannen over één kam scheren, want dat is niet eerlijk, maar over het algemeen maken wij mee dat de mannen dwingen tot abortus. Ja. Dus aan de onbedoeld zwangere kant, maar ook wat ik post-abortus hoor van vrouwen. Ik ben gedwongen en ik sta er toch niet helemaal achter, maar mijn partner dwong me. Ja, dus dat is een hele nare rol. Omdat we zijn hier in het centrum van Politiek Den Haag. Als we het hebben over de abortuswet, die is recent geëvalueerd. Elise van Hoek, was u tevreden over het resultaat van die evaluatie van de abortuswet? Nou, we waren sowieso heel blij dat de wet geëvalueerd werd. Mm-hmm. Het is ook grondig gedaan door onderzoekers. Tenminste, die hebben hun best gedaan. En tegelijkertijd zijn we teleurgesteld over de uitkomsten. Ja. En niet alleen over de inhoud van de uitkomsten, maar ook wel over uiteindelijk hoe weinig vrouwen aan meegewerkt hebben aan de evaluatie. Want hoeveel waren dat er? Ja, 57. Mm. En op een groot aantal abortussen, het is al vaker genoemd vandaag, 30.000 per jaar. De laatste wetsevaluatie was 15 jaar geleden. Dus dan heb je het echt over honderdduizenden vrouwen die een abortuservaring hebben. Ja, wil je dan een goed beeld krijgen, dan is een groep van 57 vrouwen... Veel te klein. Precies. Ja. Ook nog geselecteerd via de abortuskliniek. Terwijl ik denk van, zoek dan ook vrouwen die afgezien hebben van hun abortus. Mm. En kijk hoe het met deze vrouwen is gegaan de achterliggende periode. Nou ja, we zitten hier, binnenkort komen de verkiezingen er weer aan, maart 2021. En alle partijen presenteren een beetje hun hoofdpunten. En als we het hebben over bijvoorbeeld een partij als D66, die heeft gezegd dat zij de beraadtermijn, de nadenktermijn voor vrouwen voordat ze een abortus ondergaan, dat ze die willen afschaffen. Wil ik eerst uw reactie erop en vervolgens ga ik naar u toe. Prima. Nou ja, allereerst complimenten dat D66 zich zo bezighoudt met medische ethiek. Mm. Ik heb bijvoorbeeld al wat nieuwe verkiezingsprogramma's doorgekeken. Kijk natuurlijk ook even wat zeggen al die partijen over abortus. Nou, CDA bijvoorbeeld geen woord. Dus echt complimenten dat D66 zich echt bezighoudt met medische ethiek en vooral ook abortus. Ja. En inderdaad, afgelopen week kwamen ze naar voren met een nieuw voorstel. Schaf die beraadtermijn af. Ja. Ook GroenLinks en PvdA lijkt dat een goed idee. En dan denk ik van, nou, als we het dan hebben over taboes, laten we dan eerst maar eens kijken naar deze 5 dagen die hard nodig zijn voor een vrouw die weet dat ze zwanger raakt. Mm-hmm. Die misschien dan wel juist wil gaan praten, die juist al dan hulp nodig heeft.
vanwege de achtbaan waar ze in terecht komt. Ja. Laten we dat vasthouden. Ja. Ik ga even naar u, Paul Lievers. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, de gedachte dat een vrouw voor abortus kiest, wel overwogen, rationeel, zonder emotie. Nou, dat is natuurlijk niet de situatie. Daar zou ze ook onderzoek naar gedaan. Ook in Nederland, het blijkt dat het een heel ambivalent gebeuren is. Aspecten van, kan ik het aan? Hoe zou het zijn om straks moeder te zijn? Hoe zou het zijn? Is er misschien een handicap? Mm-hmm. Er zijn erfelijke aandoeningen misschien in het spel, want er komt iets voor in mijn familie. Er zijn allerlei overwegingen die een rol mee kunnen spelen. Zegt u dat het te veel zakelijk benaderd wordt? Dat er veel meer emotie wordt bij komt kijken dan dat de politiek denkt? Dat... En omdat ik arts ben, durf ik te zeggen, ook bij de arts. Mm-hmm. Want als ik kijk hoe artsen zoal reageren op dit soort debatten, en het valt me op dat ook artsen die heel rationeel kunnen reageren op hele andere punten. Mm-hmm. Als het hierover gaat, is het heel gauw een heftigheid. Ja. Het heeft met emotie te maken, dat kan niet anders. Ja, omdat het over het leven gaat. Omdat het over het leven gaat en ook dichterbij komt. Ja. Omdat je ook wel voelt, ik doe iets wat heel spannend is en eigenlijk misschien niet moet. En ik sprak een abortusarts niet zo lang geleden en die zei van, joh, ik denk er gewoon niet over na. Maar het is eigenlijk geen mooi werk, maar iemand moet het doen. Ja. Ja, die geeft wel toe hoe erg het eigenlijk is. Ook die heeft een emotie maar weggestopt. Ja, we gaan zo meteen met elkaar verder praten. Zo meteen nadat we naar buiten gaan, gaan we eerst een interview zien met huisarts Hildering, die meer gaat vertellen over de abortuspil, stopper. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we weer eventjes schakelen naar buiten met Riekelt. Riekelt, ben je er nog? Ja, Sarah, zeker ben ik hier. Ik sta op het plein inmiddels. Voor het gebouw van de Tweede Kamer. En ja, je zou kunnen zeggen, het hart van de democratie is dit natuurlijk, het parlement. En ik ontmoet daar Kees van der Staaij van de SGP en Don Seder, want die zijn vanuit de studio op weg naar de Mars voor het Leven. Meneer Seder, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zegt u deze Mars? Nou, het is anders dan anders, maar wat ik ook proef, ook als je naar de social wall kijkt, is dat we niet alleen staan als het gaat om de roep om op te komen voor wat kwetsbaar is en in dit geval het ongeboren boerenleven. Ja. Het is zo mooi om te zien dat vanuit verschillende steden, dorpen en gemeenten mensen ook echt laten weten dat het zo belangrijk is om juist vandaag ook hun stem te laten horen en op te komen voor wat kwetsbaar is. Dus ik hoop dat we daar ook in de studio, maar ook zij die vandaag de mars doen, digitaal, daar ook een hele mooie bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ja, want meneer Van der Staaij, misschien is het bereik van deze digitale mars wel groter dan van de echte mars. Nou, dat zou best kunnen. We missen natuurlijk wel hier de duizenden mensen die met elkaar het geluid hier vertolken. Maar tegelijkertijd, er zijn zoveel mensen die ook vandaag meeluisteren of het misschien op een later moment nog zien. Dat is dan ook wel weer de winst van deze bijzondere mars. Ja, u staat hier op uw werkplek en uw toekomstige werkplek, meneer Seder. U staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Meneer Van der Staaij, wat is uw boodschap aan Nederland? Nou, als het om dit thema gaat, dan is het ongelooflijk belangrijk dat we daar met elkaar over spreken. Dat we dat kwetsbare leven beschermen. Dus mijn boodschap is, bescherm wat je lief is, kies voor het leven. Meneer Seder, zoals ik zei, u staat op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. De campagne daarvoor is begonnen. We gaan in maart volgend jaar beleven we wel eens naar de stembus. Gaat u dit ook integreren in uw verkiezingscampagne? Nou, ik vind het heel belangrijk dat we het taboe rondom abortus doorbreken. Dat er verhalen verteld worden, ook van vrouwen, die ook kunnen vertellen wat voor impact dat op hun heeft gehad. Dus ik vind het heel belangrijk om dat gesprek echt levend te houden. Niet alleen vandaag, maar ook de komende maanden. En ik denk dat we daarmee ook richting de verkiezingen, en dat wil ik ook zelf doen, echt aandacht gaan vragen voor de hulpverlening rond het maken van een keuze. Want ik zie in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten, daar kunnen we echt stappen maken. Dus dat is ook een politiek punt waar ik me de komende maanden echt voor wil inzetten. Ja, meneer Van der Staaij, kan het ook hoe zorg je ervoor dat het een thema wordt in de verkiezingscampagne? Nou, door in ieder geval al te zeggen, het is een speerpunt. Wij zeggen, leven, bescherming van kwetsbaar leven, van ongeboren leven, is voor ons een speerpunt waar we op alle mogelijke manieren ook na de Mars voor het Leven aandacht voor zullen blijven vragen. Ja. En dat is ook uw speerpunt, meneer Seder, bij de ChristenUnie? Nou, mijn speerpunt is bescherm wat kwetsbaar is. En dat gaat over vele facetten, maar ook echt het ongeboren leven. Omdat ik ook echt geloof dat we horen op te komen voor zij die geen stem hebben. En als er menselijk leven is wat geen stem heeft, dan is dat het ongeboren leven. Dus juist daarom ook vind ik het belangrijk om daarvoor op te komen.
Er is hier een coalitie gevormd tussen de ChristenUnie en de SGP hier op het plein voor het Tweede Kamergebouw. We gaan terug naar de studio. We zijn op Urk bij de praktijk van dokter Hildering en ik ga het met hem hebben over de zogenaamde abortuspilstopper. Dat is een pil die vrouwen kunnen nemen als zij een eerste abortuspil hebben genomen en daar spijt van hebben en toch liever de zwangerschap intact willen houden. Ik ga het met hem hebben over de werking van die pil en ook hoe vrouwen aan deze pil kunnen komen. Dokter Hildering, fijn dat ik hier bij u op de praktijk mag zijn. We gaan het hebben over de abortuspilstopper. Kunt u mij uitleggen wat die pil doet? Ja, het is zo dat als je de abortuspil krijgt, dan is de eerste pil die je krijgt. Je krijgt één pil om te beginnen. En dan na een dag of twee doe je de andere drie. Die eerste pil, dat is een antihormoon. Dat is een pil die de progesteron, dat is eigenlijk het vrouwelijk hormoon, de effecten daarvan remt. En dat is een wezenlijk iets in de zwangerschap, want dat progesteron zorgt ervoor dat die zwangerschap in stand blijft. Ja. En de pil die wij dan geven, dat is eigenlijk natuurlijk progesteron, dus dat hormoon, datzelfde hormoon. En dat geef je dan in een hoge dosering, waardoor je de effecten van die eerste pil als het ware overrolt. Ja. En hoe vaak komt het voor dat u die pil voorschrijft? Nou, dat wisselt nogal door het jaar heen, maar toch wel 12 tot 15 keer zo'n beetje. Het is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van hoeveel bekendheid er is met die pil. Ja, want over die bekendheid gesproken, wordt deze pil door alle huisartsen in Nederland voorgeschreven? Nee. Nee? Dus, hoe komt dat? Als je praat met abortusartsen, dat hebben wij ook gedaan, dan zeggen ze, wij hebben nooit vrouwen die spijt hebben. Dus dit is helemaal niet nodig. Ze zeggen, het gebeurt nooit? Het gebeurt nooit, dat is hun standpunt. Tweede, wat ik ook wel hoor, is dat ze zeggen van ja, maar als je dat doet, dan is dat gevaarlijk voor de zwangerschap. Want als die blijft bestaan, dan heb je geïnterveneerd. En is dat zo? Hebben ze daar een punt? Nee. Uit de onderzoeken die eigenlijk wereldwijd in Amerika geconcentreerd worden samengevoegd, komt dat er geen enkel risico is voor de zwangerschap, mits die blijft bestaan. En dat is op zich ook wel logisch, want de oestrogestan die wij gebruiken als natuurlijk hormoon wordt ook in fertiliteitsklinieken wel gebruikt tijdens zwangerschap. Ja, als een vrouw zo'n abortuspil heeft genomen en ze hebben spijt en ze bellen u, ja, of ze bellen Schreeuw om Leven, hoe groot is de kans dat als u die abortuspilstopper geeft dat ook voldragen kan worden? Dat is inderdaad een behoorlijke verhoging van de kans. Normaal gesproken, en dat is ook uit onderzoek gekomen, als je alleen die eerste pil inneemt en je doet niets, dan heb je iets minder dan 20% kans dat de zwangerschap blijft bestaan. Als je de abortuspilstopper gebruikt, dan loopt die kans op tot 70%. Dus we hebben een winst van 50%. Van zwangerschappen die blijven bestaan. Ja, en dan hoort u dat er een gezonde baby geboren wordt. Wat voelt u dan? Nou, dan ben ik heel blij dat ik een radartje heb kunnen zijn in het behoud van dat leven. Ja. Ja, want daar doe je het voor. Ik heb ook gezegd van, als je deze mogelijkheid hebt, waarom zou je dat niet willen? De Stichting Schreeuw om Leven heeft op dit onderwerp een rol op zich genomen, omdat deze pil nog weinig gebruikt wordt, ondanks dat er een vraag naar is onder vrouwen. En daarom is het belangrijk dat u het werk van Stichting Schreeuw om Leven steunt. Dat kunt u doen financieel, maar u kunt het ook meenemen in uw gebed. Ja, welkom terug in de studio. En we praten even door over dit onderwerp. Want meneer Lieversen, wat vindt u eigenlijk van de rol van de huisarts bij abortus? Een heel groot onderwerp. Mm-hmm. In de eerste plaats wil ik trouwens zeggen, een radertje om het leven te bouwen, hoor ik bij Zildering zojuist zeggen. Ja, zegt u hem dat na? Ja, dat zeg ik heel graag na. Ja. Dat vind ik toch een fantastische uitspraak. Trouwens, dat doen we hier allemaal. Of het nou is voor RS Hulp of voor de NPV of welke organisaties allemaal bij betrokken zijn. Ja. Vandaag bij deze mars. Allemaal radertjes. Allemaal radertjes. En deze dag is misschien een heel groot radar eventjes. Mm-hmm.
toch iets van commentaar op het onderwerp, want dat moet ik als arts toch doen. Er is wel wat controverse om. Ik zal ze kort benoemen. Twee het gaat over die abortuspilstopper, hè? Het gaat over die abortuspilstopper. De eerste is dat er zijn veel gynaecologen, ik heb er wat over opgezocht, die inderdaad het hier helemaal mee eens zijn. Die zeggen het is veilig en mogelijk ook effectief, en precies zoals Hildering dat uitlegt. Ja. Maar er zijn ook gynaecologen die daar vraagtekens bij zetten. In de zin van, kan het ook kwaad? Het blijven middelen die invloed hebben op een hele jonge zwangerschap en op de moeder enzovoorts. Kortom, mijn conclusie voorlopig is, het moet in ieder geval onder medische begeleiding gebeuren. Ja. En dan is het ingewikkelde dat de huisartsen in Nederland dit eigenlijk niet kennen. Ofwel, de artsen die het wel kennen, die moeten dan wel echt beschikbaar zijn om deze begeleiding te geven en te kunnen communiceren met de eigen huisarts, die dan niet helemaal buitenspel komt te staan. Dat vind ik een voorwaarde. Ik ga even naar mevrouw Van Hoek. Zijn vrouwen voorbereid op de gevolgen van de abortuspil die wordt verstrekt om dus een vroegtijdige zwangerschap af te breken? Nou, een abortuspil is niet één pilletje wat je slikt, maar ook een traject, eigenlijk een proces wat je ingaat. Met ook gevolgen voor het lichaam van de vrouw, mogelijke bloedingen of andere complicaties die kunnen optreden. Dus wij vinden het daarom ook zeer belangrijk dat het ook onder goede medische begeleiding plaatsvindt. Ja. Maar om nog even in te gaan ook op dit fragment van de stopper, wat mij daarin ook treft, is dat vrouwen dus twijfelen tot het allerlaatste moment en dat willen stoppen. En we weten ook vanuit andere gegevens dat er veel vrouwen zijn die ook niet opkomen dagen bij hun afspraak bij de abortuskliniek. Ja, ja. Dus dat signaal van twijfel, dat vind ik ook een hele belangrijke les als we het over dit onderwerp hebben. Om daar ook het taboe van af te halen. Ja, want het opmerkelijke is wel dat Politiek Den Haag zegt van nou, de voorlichting naar de vrouwen toe, die is er. Namelijk in de abortuscentra wordt er voorlichting gegeven en krijgen vrouwen een eerlijke keuze waarin ze gebalanceerd kunnen kiezen. Dat wordt gezegd, maar dat is niet zo. Tegelijkertijd stellen we vast dat het heel vaak niet gebeurt. Nee. Mm-hmm. En overigens, ook huisartsen vinden het vaak erg ingewikkeld. Ze krijgen trouwens maar iets van 2 keer per jaar gemiddeld een huisarts hiermee te maken. Dus deskundigheid opbouwen is dan ook tricky. En een gesprek van 10 minuten, hè, bij een huisarts. En dan, als het niet anders gepland wordt, want veel huisartsen die ik ken, die zeggen, ja, maar dit is zo complex, ik maak er minstens een dubbele afspraak voor. Ja. Mm-hmm. Of ik zeg, ik kom aan het eind van het spreekuur terug. Ja. Want tenminste, de goede huisartsen. Ja, precies. Die zeggen van, dit moet natuurlijk uitgezocht worden. Hier moeten veel meer dit aan bod kunnen aandacht. Komen. Ja, dit verdient aandacht. Ja. Alleen aan het aandacht geven. Kijk, graag willen wij op een dag als de Mars voor het Leven iets zeggen van, verwachting is altijd blijde verwachting. Maar het is niet altijd blijde verwachting. Dus de zorgen aan bod laten komen, daar aandacht voor opbrengen, dat voorkomt veel problemen. Dat voorkomt ook een hulpvraag naar een abortuskliniek. Ja, ik geef naar Adrianne, want volgens mij sta je te popelen om te reageren. Herken je dit? Ja, ik herken het zeker. Ik heb zelfs een vrouw gehad die zei, ik ben gedwongen om de eerste abortuspil te slikken door de verpleegkundige. Die zei, hou nou op met je gejank, tranen weg, slikken nu. Dat gebeurt in Nederland. Dat is de realiteit. Tenminste, dat wordt tegen mij verteld. Het is natuurlijk één verhaal. Ik zal echt niet zeggen dat ze het allemaal 30.000 zijn, maar het gebeurt ook in de klinieken. Ja. Ja. En vrouwen weten echt niet wat er gebeurt als de abortus thuis op gang komt. Ik hoor traumatische verhalen. Maar wat kan daaraan gedaan worden, mevrouw Van Hoek? Nou, het is in ieder geval zeer belangrijk dat de abortuspil dus onder goede begeleiding gegeven wordt. Dat gebeurt nu vanuit klinieken. Er is ook een lobby om dat onder te brengen bij huisartsen. Nou, daar is discussie over terecht. De vraag is ook of het past. Paul geeft al aan van, lang niet alle huisartsen hebben hier vaak mee te maken. Maar het is gewoon vooral heel belangrijk als een vrouw bij een huisarts komt, dat ze die breedte aan informatie krijgt. Dus niet alleen de abortuspil en hoe die werkt, maar dat er over andere facetten ook gesproken wordt met haar. Maar vrouwen hoeven niet eens naar de huisarts, hè? Vrouwen mogen zo de kliniek binnen. Jazeker, ja. Dus dan blijft de huisarts. Nee, maar ik heb het nu over als de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar is. Ja, dat zou heel dan gaan ze daarvoor naar de huisarts. Ja. Ja, ik hoor allemaal verhalen zeg maar, van hele schrijnende situaties. Is er eigenlijk niet gewoon veel te weinig kennis bij de huisartsen? U zegt, ze hebben maar 2 keer per jaar ongeveer te maken met zo'n geval. Ik denk dat veel huisartsen best heel veel hiervan weten. Maar te maken hebben met wel bepaalde faciliteiten die ontbreken. Zoals bijvoorbeeld echografie, om te kijken hoe oud is de zwangerschap, om eens wat te noemen. Dat is een technisch iets. Tijdsdruk, de 10 minuten spreekuren, die zijn een probleem. Plus daarnaast, als een huisarts te maken heeft met zorg rond een abortus, dan moet hij ook wel gedekt kunnen worden in de zorg buitenkantooruren. Nou, dat alles bij elkaar is een probleem. Dat is een reden voor nu, dat de huisartsvereniging zegt, we moeten toch even wachten met het eventueel bij de huisarts te krijgen. En ik was eerst ook tegenstander van de abortuspil bij de huisarts. Ik ben sowieso niet een voorstander van de abortuspil, maar
Eigenlijk denk ik, ik ben wat gaan twijfelen, ook ben ik actief ChristenUnie-man. Ja, want hoezo bent u gaan twijfelen? Ik ben gaan twijfelen omdat ik zo vaak hoor in mijn eigen achterban van christelijke huisartsen, die zeggen, wij vermoeden dat wij het beter kunnen. Mm-hmm. Goede zorg geven, goede begeleiding, goede gesprekstechniek. En eigenlijk, die leidraad waar ik heel eventjes naar verwees, die is eigenlijk best heel erg goed. Ja. Die voeding geeft hoe dat te doen. Want wat in het filmpje even aan bod kwam, dat abortuskliniekartsen zoiets hebben van, dit komt helemaal niet voor, die spijt, en dat, die aarzeling. Ja, dan kijk dat je is even. Niet zo. Dan kijk je even. Overigens moet ik wel zeggen, ik wil mijn collega's die denken dat abortus een vrij recht is, waar rustig over gedacht kan worden, niet wegzetten als dat ze hier ook niet bij betrokken zijn. Mm. Wij willen juist als vereniging ook graag het gesprek aangaan. En als ik tegen een over abortus zeg, maar dat is moord. Ja, dat is niet de beste opening voor een gesprek. Nee, is helemaal duidelijk. Ik wil tot slot, Adrianne, wil ik nog eventjes naar jou toe gaan. Want vrij aan het begin van deze uitzending hebben we het filmpje gezien van jouw cliënt. Ja. Die vertelde over haar abortus. En toen is er een vraag binnengekomen via onze social media van een vrouw die het best heftig vond dat een christen eigenlijk zich alleen voelde in de kerk. Wat kunnen wij als christenen doen juist voor deze vrouwen? Het allereerste is het oordeel eraf. Ons komt het oordeel fundamenteel niet toe. Waar het ook over gaat. Ja. Wij hebben het recht niet om te oordelen. Dus luister naar elkaar en sta gewoon open en onbevangen in het leven waar een ander mee komt. Ja. Dat is denk ik een hele grote les voor Christelijk Nederland. Als het over dit thema gaat. Ja, heb jij daar nog iets op aan te vullen, Chris? Ja goed, kijk, de harten moeten eerst veranderd worden. En de wet die loopt daar achteraan vaak. Hè. Dus de cultuur moet echt een verschuiving maken. En wij hopen natuurlijk wel dat het onnodig doden van een ongeboren leven, dat ondenkbaar gaat worden in Nederland. En ik wil nog even benadrukken ook dat de mensen die bij meneer Hildering aankloppen voor zo'n abortuspil, die hebben in de meeste gevallen 5 dagen bedenktijd gehad. Ja. Nemen dan ook nog die pil in en krijgen dan opeens spijt. En dan nog. Dus het verhaal van D66 en andere partijen die dat willen afschaffen, ik zou zeggen, doe deze vrouwen niet tekort. Nee. Laat het intact, die 5 dagen. Ja. Bedankt allemaal voor jullie toelichting. En we gaan nog een laatste keer.